Samen met de Edese fracties van SGP, CDA en GroenLinks... diende de VVD-Ede donderdag 8 juli een motie in over een lint met zonnepanelen langs de snelweg A12. Dit lint levert een bijdrage aan het behalen van de doelstelling van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug... Woudenberg, Renswoude, Veenendaal en Ede om CO2-neutraal en energiezuinig te worden. De motie werd donderdag 8 juli behandeld door de Edese gemeenteraad... Tijdens de behandeling van de perspectiefnota in tweede termijn. Nou, de motie riep eigenlijk het college op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een initiatief wat begonnen is bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug te continueren op Edes grondgebied En in die motie staat eigenlijk dat er zonnepanelen. Worden neergelegd langs de A12, dus op restgronden. Iets wat we eigenlijk altijd al wilden als VVD-fractie, maar ook als gemeente. Eh, gebruik zoveel mogelijk restgronden, dus gronden die er gewoon al zijn. en die ze prima lenen voor het plaatsen van zonnepanelen, zodat dat niet op bijvoorbeeld agrarische grond of landbouwgrond hoeft. Nou, de Utrechtse Heuverrug-raad eh, van Utrechtse Heuvelrug... heeft ingestemd met het plaatsen van het van de zonnepanelen. En eigenlijk daarna alle andere gemeentes ten westen van Veenendaal... Uh, of ten westen van Ede, zoals Veenendaal, Renswoude, uh, die dit initiatief ook omarmd hebben, vond ik het heel belangrijk dat wij als gemeente Ede ook met een behoorlijk stuk grondgebied bij de A12 daar ook mee aan de slag gingen. Dus overleg met de, uh, een intergemeentelijk overleg, Ga nou eens praten Westenwethouden met de andere gemeenten die al hebben ingestemd, zodat wij dat voorstel kunnen continueren. Maar ga ook kijken hoe is er een koppeling te maken met het cluster energiecluster A12-A30, waar ook tien windmolens uh, uh, onderdeel van zijn. Ga ook praten met de binnenveldse energiestrategie, hè, de Bes. Het gebied van het binnenveld grenst aan de A12. Nou, die willen wellicht ook participeren en meewerken. Zijn er ook wellicht andere inwoners die zeggen: Nou, ik wil eigenlijk ook wel eigenaarschap van dat zonnelint? En uh, op die manier krijg je draagvlak, participatie, restgronden. Volgens mij alles wat je wil in het hele energiestrategie uh, energie van de gemeente Ede. Um, de Edese gemeenteraad, uh, nou, daar was geen, uh, geen, uh, geen enkel bezwaar tegen, net zoals in de andere gemeentes. Nee, dat klopt. Het is, uh, het is raadsbreed uh, is, uh, is ermee ingestemd. De wethouder heeft het omarmd. Dus eigenlijk staan alle lichten op groen om hiermee aan de slag te gaan. Om in VVT-termen te spreken: doorpakken en aanpakken. Doorpakken, aanpakken en kansen grijpen.